So, dat ben ik weer. Suiker. Dank je. Ja. Ik hoef niet te rollen, die suiker. Vond je wel dat zijn mijn oma geweest. Het is de eerste keer hè, dat we met elkaar spreken. Ja. Leuk. Ja. Dus je studeert rechten. Ja. Gaat het? Met Bert Hana. Zo, kunt u dat herhalen? Hana. Hana? Hana, ja. Wat is dat? Mijn onderbuurmeisje, ze ligt. Ze is van de trap geklopt. Gevallen. Ja, gevallen. Weet ik niet precies. Ik probeer nog te grijpen. Bam. Zichtbaar letsel? Ja, bloed bij de hoofd en zo en allemaal. Ja. Laat liggen en hartslag op. Ja, voelen. Okido. Hoogtekadek 2. Twee hoog, ja. Alleen de 3 is er.
politieassistentie. Politieassistentie vragen. Ja, nee, we kunnen het niet. Hopelijke dijk 2. Ken je dat verhaal van dat stelletje dat die vrouw ligt vastgebonden met handboeien op bed? Ja, met die elektrische tandenborstel, ja. Nee. Zij ligt vastgebonden op bed. Ja. En toen is hij, zeg maar, naakt op de kast geklommen, weet ik veel, om er bovenop te springen of zo. Ja. Toen is hij dwars door die kast heen gelazerd. Heeft hij allebei zijn benen gebroken. En toen hebben ze uiteindelijk 3 dagen zo geleefd. De kast zat op slot. Dit me ook wel een beetje aan denken trouwens. Heb je er suiker in gedaan? Nee, niet op. Over me.